Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Ja, boys and girls. Ik ben weer al eens dom geweest. En in deze video ga ik jullie vertellen waarom ik dom ben geweest met deze... Waarom dat mijn vingers eigenlijk gespalkt zijn. En ja, ik ben dom geweest. En ik ga jullie uitleggen. Deze morgen, het is dus zondag 11/12/2022. Deze morgen, om 10 uur, was het wedstrijd tegen Betekom. Oké, ik wou voor de gein in de... op keep gaan staan en ja, tijdens de opwarming van het keepen heb ik ja, een bal verkeerd gepakt waardoor ik nu ja, waardoor ik heel veel pijn had, maar ik heb de pijn doorgebeten, ik heb dan niet gekeept, ik heb iemand anders laten keepen en ik ben de match doorgegaan als centrale verdediger en ja, op een gegeven moment zag het echt heel blauw, mijn vinger. Zag mijn vinger heel super blauw. En ja, dus zei ik tegen mijn vader van... Ja, wat denk je? Zouden we die foto's laten pakken? En zijn we naar de haven gereden? Zouden we foto's gaan laten pakken in het ding van ZNA? In het, de hulppost van ZNA hebben we foto's laten pakken. En wat blijkt? Ik heb een bartje hier ergens zitten. Hier ergens zit een bartje in mijn ringvinger. Waardoor... ik zoveel pijn heb, dat ik hem zelfs niet meer kan plooien. En nu is hij dus gespalkt. Moet ik er vanavond nog ijs op leggen om de zwelling te doen verminderen. Of om de zwelling tegen te gaan. Morgen moet ik er ook ijs op leggen. En vanaf woensdag moet ik hem proberen te strekken. Dus met mijn vinger op tafel en proberen te strekken. Dus wat wil dat zeggen? Dat ik ja, waarschijnlijk ga thuis zitten tot en met donderdag of vrijdag. Dus ja, en het... ik zit hier nu de pijn weg te bijten, maar het doet echt enorm veel pijn. Ik ga wel geen dafalgan nemen, want, of geen pijnstiller, want ik ben zo niet. Ik wil de pijn toch, ja. Het is liever dat dan gebroken. Ik dacht eerst, shit, die zit begint blauw te zien en dan paars te zien. Hij is waarschijnlijk gebroken. En dat was het dus niet. Dus gelukkig is hij niet gebroken, maar is hij gewoon... er zit er gewoon een barsje in. Beter dan gekneusd zelfs. Dus ja, eigenlijk was dat niet zo'n domme, niet zo'n slimme zet eigenlijk. Om op dat ding zo de bal te pakken. Dat was eigenlijk niet een goede zet. Maar kijk, het is nu gebeurd. Ik zit nu met mijn vinger in de spalk. En ja, dus deze week ben ik thuis. En ja, ik hoop echt dat het beter wordt snel. Dat ik terug kan voetballen. Maar ik ga niet meer dezelfde fout maken. Ik ga niet meer op keep gaan staan. Ze mogen dat vragen aan mij. Maar ik ga niet meer op keep staan. De vorige keer heb ik dat ook gehad. Na de kick-off had ik dat met mijn pinkje. En nu dat letterlijk met één vinger. En er zit een barst in. Wat enorm veel pijn doet. Dus ja, het is iets dat gebeurt in voetbal. Maar het gebeurt altijd bij mij. Dus ja, maar... gelukkig is het geen breuk of geen kneuzing. Maar dit is gewoon een barstje dat erin zit. En ja, het is echt... ik vind het zelf ook lullig dat er zo'n barstje in zit. Dus ja, hopelijk kan ik snel terug mijn dagelijkse bezigheden aanvatten. En ja, deze video komt uitzonderlijk eens op maandag online. Dus ja, het doet echt wel pijn, maar... We verbijten de pijn. En op maandag edit ik deze video. En komt hij ook online op maandag. Dus ja. Dat is dus het nadeel van voetballen en keeper zijn. Soms kan hij zijn blessure oplopen. En nu heb ik een blessure. Dus ja. Dat is het leven van een voetballer. Dus ja. Kunnen we niet veel aan doen. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En ja. Heb niet hetzelfde voor tijdens het keeper zoals mij. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En ik zie jullie graag terug in de volgende video. Ik weet niet of voor video's het gaat zijn. Maar het gaat een volgende video zijn. Bye bye.